onderweg naar staatssecretaris Mona Keizer. Ik ga haar het eerste exemplaar van dit boek, Het Geheim van Silicon Valley, overhandigen. Waarom aan haar? Omdat ik denk dat Nederland het Silicon Valley van Europa zou kunnen zijn. Alle ingrediënten zijn hier aanwezig. Dus als zij de tijd vindt om dit boek te lezen en mee blijft bouwen aan het ecosysteem van financieringspartijen, kennisinstellingen, ondernemers en overheden, dan weet ik zeker dat dit boek gaat zorgen dat we sterker uit de crisis komen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik weet dat u het ontzettend druk heeft in deze tijd. Ik hoop dat u een gaatje weet te vinden in uw agenda en tijd maakt om dit boek te lezen. Al is het op de achterbank van de auto. Er staan lessen in die volgens mij voor ondernemers, maar ook voor de politiek en voor het grootbedrijf, maar ook voor ondernemende mensen ontzettend waardevol zijn. Dankjewel. Wiebe Wagemans en Eva Schram, ik vind het echt geweldig dat ze dit initiatief genomen hebben. Startende ondernemers en zeker dan wanneer ze doorgroeien is van belang voor de Nederlandse economie en daarmee voor de werkgelegenheid. En dit boek gaat over hoe doe je dat. Vanuit de regering ondersteunen wij natuurlijk start-up en scale-ups. Net recent weer half miljard ter beschikking gesteld durfkapitaal. Dus om te investeren in dit soort ondernemingen. Maar dat is geld. Het gaat natuurlijk ook over een way of life. Ja. Hoe innoveer je? Hoe vernieuw je? En of je dat nou doet in je persoonlijk leven of in je bedrijf. Volgens mij staan in dit boek allerlei lessen daarvoor. Dus ik sluit het helemaal niet uit dat ik dit zomaar eens een keertje ga lezen. Heel goed. Heel erg mooi. Dank je wel. Ik denk dat daarvoor. We hier sneller en beter mee uit de crisis kunnen komen. Ja, dat is zeker zo. Dat is zeker zo, ja. Want er is echt wel wat aan de hand in onze economie. Ja. En dit is een boek dat gaat over investeren, vernieuwen, innoveren. En dat is de manier om ons uit de crisis te krijgen. Zo is dat. Geweldig. Dank je wel. Maar dit boek is ook vooral interessant voor onze doelgroep van de ondernemer. Ondernemers dus. Hier staan hele praktische lessen in uit Silicon Valley die je als ondernemer direct kan toepassen in je eigen bedrijf. Niet voor niets is Silicon Valley zo verschrikkelijk succesvol geworden. Dus daarom wil ik ook aanbieden dat de eerste 100 ondernemers die mij een mailtje sturen, Gerard @deondernemer, dit boek gratis van mij ontvangen.